Bij het akkerbouwbedrijf van Maatschap Hoving in Eeksterveen is dinsdagmorgen de collectieve asbestsaneringstraject van LTO Noord in Drenthe afgetrapt. De collectieve sanering van asbest is een initiatief van LTO Noord. Inmiddels zijn er 45 aanmeldingen van boeren in dit gebied. Boeren die meedoen aan deze regeling kunnen daarnaast gebruik maken van de provinciale regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop. Met ingang van 2024 zijn daken met asbest verboden. De reden om hiermee te beginnen is toch deel bewustwording. Van jongens, als iedereen blijft wachten op 2024 en het laatste jaar pas wil saneren, dan gaat het niet goed. Ook qua prijsvorming hebben wij het idee dat het dan niet helemaal goed gaat. En door nu te beginnen met vraagbulling asbestsanering, denken we dat we je op een goede manier vorm kunnen geven aan de prijs-kwaliteitsverhouding. We willen graag zonnepanelen en je wil het schuur een beetje isoleren voor aardbewaring en onderhoud van machines. Natuurlijk heb je ook vrijkomende garagebebouwing, maar je hebt ook allerlei diverse schuurtjes waar nog asbest op ligt. Het is niet alleen een probleem van de garagesector, het is duidelijk een breder probleem. Het is hartstikke logisch dat ook overheden en de maatschappij hier een gedeelte van mee betaalt. Vanuit de provincie is het ook gestimuleerd vanuit de vraagbundeling asbest of asbest eraf, zonnepanelen erop. Daar hadden ze een stimuleringsprogramma voor en in combinatie daarmee kan je toch het aantrekkelijk maken om met asbestsanering op dit moment te beginnen.